zullen wel weer mensen zijn die gaan reageren dat mijn werkbank zo schudt en heen en weer rijdt. Maar dat komt omdat ik wieltjes eronder heb staan. En meestal heb ik daar helemaal geen last van als hij een beetje dit doet. Maar ik heb hem nou laten zakken en jij staat nu als een huisdier. Maar met schapen is dat wel even lekker. En als ik hem omhoog doe, die wieltjes, dan kan dat heen en weer. Maar het is één handeling en dan staat hij op de grond. En dan doe ik het nog maar aan één kant. En als je gaat schaven, dan ja. Zo. Dat gaat sneller als schuren, dit schaven, hè? Dus als ik als laatste nog even de schuurmachine eroverheen haal. Dan nee. Zo zie je dat je met handwerk en met machines gecombineerd moet werken. De ene keer is handwerk sneller dan een machine. Net als dat schaven. Als dat hout niet tegen draads is, nou, dan gaat zo'n schaaf veel sneller als een schuurmachine. En dan als laatste kan je het nog eventjes egaliseren met en dan hoef je niet zo precies te schaven. Als de grove stukken maar weg zijn. En dan doe je nog even de schuurmachine. En dan is die goed. Nou, de stijl die komt er qua profiel er op deze manier uit te zien. Dit is de dikte van de sponning waar het raam in zit. En dit is het stukje wat ik nog tekort kwam tegen de muur. Zo. Dus dit moet ik 1,5 diep, dat deden ze vroeger, zo'n 15 mm diepte, dus dat zal wel goed zijn. En dat de kleine lasje, dat is voor aan de buitenkant om af te sluiten. Ook weer hol, nou ja, wat vroeger de kloostersponning was, dat was ondieper. Ik weet niet of ik goed zit qua diepte met deze, want dat twijfel ik nu aan. Oké, totaal moet die 93 worden. Dat klopt dus niet. Als ik hier 93 heb, had ik 48 mm moeten hebben en ik heb 38, dus ik had 48 moeten hebben. Oké, maken we even een nieuw latje, 48, nu kan het nog. En dan, ik denk dat ik een latje neem van de dikte van 1,5, die leg ik even er zo in als maatvoering. Waarbij ik die lijmklemmen er goed op kan zetten. En kan controleren of dat niet van zijn maat afgaat, want die kan hier wel een maatje met een kruishout zetten, maar dat komt nooit precies. Dus ik maak even op de cirkelzaag een latje. De dikte van de diepte en zo'n stukje is altijd wel in de buurt, zo'n afvalstukje. En dan kunnen we dat als hulp bij het lijmen gebruiken. En er was iemand die had nog een vraag over de lijm met in deel 1. Ik gebruik deze twee componenten. Dat is, er was dus iemand die geloofde me niet, maar dit is een chemische reactie en dat betekent dat hij harder gaat reageren op de basis. Dat is een chemische reactie. Een natuurlijke reactie is als je een lijm moet laten drogen met toevoegen van vocht en zuurstof. En bruislijm, dat noemen ze constructielijm, maar ik vind het helemaal niks. En dat is wel om de volgende reden, dat ik heb dat meegemaakt dat ik raampjes had gemaakt met pen- en gatverbindingen. En daar met bruislijm toen gelijmd en later moest dat uit elkaar. En toen bleek dat die bruislijm gewoon aan de binnenkant niet hard geworden was. Dat kon ik niet controleren, dus hij moest een keer uit elkaar. Dus toen was het, ik weet niet hoeveel later,
was die pruislijm nog niet gehard. En dat betekende dat hij geen zuurstof kreeg in die verbinding. Want ik had dat natuurlijk heel netjes gemaakt. Er kwam geen zuurstof bij. En dat is één voordeel met zo'n harde. Zodra je een harde nodig hebt, dan is het een chemische reactie. En dat betekent, ook al heeft hij geen zuurstof, dan kan hij toch harden. Want het is de reactie van het ene stofje op het andere. En dat heeft helemaal niks met, ja, soms met vochtigheid, misschien de temperatuur, hoe lang het duurt, maar uiteindelijk wordt het hard. Daar kan je je hand voor in het vuur steken. En deze lijm, die kan met zeewaterconstructies ook nog gebruikt worden. Dit is een D4. Ik heb een pot staan, die is geloof ik D3. Dat is gewoon die ouderwetse melklijm. En deze is van Telfort. En dat is een D3, deze. Ook watervast, D3. Dus soms gebruik ik het wel eens voor dingen die ik buiten, als ik haast heb en ik wil dat niet klaarmaken. En dit is natuurlijk veel makkelijker, hier smeert het erop. En dit is ook natuurkundige droging. Dus ook met het zuigt in dat hout en daardoor droogt het ook. En uiteindelijk als het gedroogd is, dan is het hard. En het gaat geen reactie aan. Het droogt op en dan wordt het hard. Dus het kan verouderen. En deze kan niet verouderen. Want er zit geen spul in wat een reactie aangaat met dat. Dat is een drager. Dus die drager blijft voorlopig wel goed. Er gaat geen schimmel op staan of zo hoor. Dus dat ontmengt zich wel een beetje als je hem lang in huis hebt. En dan moet je hem goed roeren en dan gaat het er weer goed. Dus, ik moet even een latje van 1,5 en een latje van 48 was het geloof ik. Ik heb de diepte van de sponning nog even nagemeten. Het was krap 14. En dat komt mij eigenlijk wel goed uit, want deze had ik een klein beetje ruim gezaagd. En dan komt hij gelijk op de goede maat 93. Dus dan klopt dat geheel. Dus dan is dit mijn hulplatje. Dat schrijf ik er ook op, want dat ik niet de verkeerde lat pak. Want dat een mal of een hulplat moet je erop schrijven. Hulp. Lat. Anders pak ik deze weer. Nou ja, dat verschil is te groot, maar een nieuw lasje erop. Dan moet dat ook 93 zijn, totaal. En dat klopt. Nou, nou moet het goed gaan. Nu is het een kwestie van lijmen. Ik heb nog wel een beetje over. Dan gebruik ik straks wel. Dan smeer ik dat op. Aan de achterkant smeer ik dat hout onder. Zodat ik een soort beschermlaagje aanleg. Dat heb ik toch over. Dus dat kan ik straks weggooien. Dus ik kan beter erop smeren dan weggooien. Dan heb ik twee van die lijmklemmen één kant op. Zie ik dat? En dan doe ik de andere kant op met dat draai, zodat dat in evenwicht blijft staan. Want ik wil hem natuurlijk op de werkbank zo lekker stevig aandraaien. Ik heb één laag ingesmeerd. Dat zit, en dan deze is dan met dat hulpladje. Dan weet ik ook waar dat zit. Nou. In principe is dat genoeg, deze twee. Omdat het heel stijf is. Dat is een dik stuk hout. Is het een dun latje, moet je toch nog minstens één lijmklem erbij doen. Nou, deze kan ook. Nou. Kijk, dan hebben we zo'n profieltje.
als de stijl aan aanhelen. Ik heb een halve meter, het lijkt me ruim voldoende, want dat weet ik uit ervaring dat een halve meter meestal wel lukt. Misschien heb ik maar de helft nodig, kan ik hem misschien bij een ander stuk weer aan de andere kant gebruiken. Dus hier, dit is de sporing waar die schuifraam in komt. Dit is het raam. Dit is de dorpel. Die ga ik eruit halen.
plakt er een plakbandje over, omdat je dat heel makkelijk strak kan messen. En nou is niet alles nog gevuld, maar ik ga, als die hard is, wel de rest opvullen. En is die in ieder geval gehecht. Nou, deze ook zoiets, maar ik vul deze niet helemaal aan de voorkant op. Er is heel veel opening, dus ik doe daar wel klosjes hout van mijn rand ertussen. En dan het laatste stukje aanvullen met houtrotvuller.